Ieder jaar komt ARK ook met een presentatie met hun big ID's, wat we kunnen verwachten volgens ARK voor dit jaar, of in ieder geval voor het jaar waarin het uitkomt, en zo ook dit jaar. En dus wil ik in deze video juist hun big ID's voor 2021 gaan bespreken, om ten eerste te kijken uh, waar zij op letten en wat zij verwachten, maar ook kijken naar uh, hoe zij het onderzoek doen, zodat we daar zelf iets van kunnen leren en mogelijk onze investeringen voor de toekomst op kunnen baseren. Dus dat gaan we bespreken in deze video. Laten we snel beginnen. Leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video van eenpassieveinkomen.nl. Een video waarin we dus gaan kijken naar Ark Invest en hun big ID's voor 2021. Dit document kun je trouwens aanvragen op hun website. Uh, ik zal een link ook onder deze video plaatsen. En dat document van dit jaar bestaat uit 112 pagina's. We gaan niet alle pagina's behandelen en ook niet alle onderdelen trouwens in deze video. Want het idee is om in ieder geval op te delen in uh, vijf video's uiteindelijk, gebaseerd op telkens de ETF's van Ark Invest. En in deze video behandelen we eigenlijk de eerste drie hoofdstukken. Uh, die onderdeel zijn van de ETF van ARK -W, Ark w, gevolgd er eventueel ook nog Ark F, Ark Q, Ark X en uiteindelijk ook Ark G. Laten we dus beginnen deze video met Ark W. Dat is de ETF van Ark gericht op uh, next generation internet, waarbij ze vooral letten op artificial intelligence, big data, cloud computing, cybersecurity en blockchain technology. Een fonds met een waarde van nu 5,3 miljard dollar. En bij de grootste tien posities in dit fonds zien we bijvoorbeeld Tesla, 9,2% van dit fonds, Square, 3,9%, maar we zien ook Tencent, Spotify en Netflix bijvoorbeeld. Kijken we dan naar het eerste stukje, het eerste hoofdstuk. Dat gaat over deep learning, waarbij Arc zegt dat het wel eens de meest belangrijke software doorbraak van onze tijd kan worden. Want van 1970 tot 2015 werd software eigenlijk geschreven door mensen. Maar vanaf 2015 wordt het steeds vaker eigenlijk door computers gedaan. Oftewel kunstmatige intelligentie ook. Denk je bijvoorbeeld aan speakers die acties voor jou uitvoeren als jij daarom vraagt. Zelfrijdende auto's, maar zeker ook social media die berichten aan jou voorstellen op basis van jouw profiel wat je daar hebt op dat platform. De vraag naar AI-chips zal de komende jaren ook ja, groot blijven. We zien dat de markt groeide van 1 miljard in 2016 naar 5 miljard in 2020 en de verwachting vanuit Arc is dat dit naar 22 miljard in 2025 zal groeien. Arc denkt ook dat de komende 15 tot 20 jaar er 30.000 miljard marktwaarde wordt gecreëerd door bedrijven die bezig zijn met deep learning. En dat is nu nog zeg maar 2000 miljard en uiteindelijk zal het economisch ook meer impact gaan hebben denken zij dan internet had in de laatste 20 jaar. Maar voordat we verder gaan met het volgende hoofdstuk wil ik je vragen om even een duimpje omhoog te geven. Op die manier help je deze video en het kanaal ook meer mensen te bereiken. Maar tegelijkertijd weet ik ook dat er genoeg interesse is om al die andere hoofdstukken van dit, uh, van dit Big ID's te behandelen in volgende video's. En wil je nou nooit meer een video missen, abonneer dan even onder deze video op het kanaal, eventueel met een notificatie aan, zodat je nooit meer een video mist. Gaan we nu naar het volgende hoofdstuk en dat gaat over datacenters. Want wat we zien is dat chips alleen maar beter en goedkoper worden. Maar dat ondertussen Intel ook wel steeds minder belangrijk wordt. Want de overstap naar ARM of ARM lijkt eigenlijk wel in volle gang. Een van de redenen dat ik eigenlijk vorige maand uh, in Apple heb geïnvesteerd. Juist omdat hun M1-chips tegenwoordig ook zijn gebouwd op het ARM-principe. We zien op deze pagina dan ook dat de datacenters eigenlijk wel een flinke overstap hebben gemaakt in de laatste 20 jaar was in 2000 bijvoorbeeld nog 23% van de chips Intel x86 architectuur. In 2020 was dat maar liefst 92%. Maar de verwachting is dat over 10 jaar dat ARM 71% van de markt heeft wat betreft deze datacenters. Dit komt omdat Intel inmiddels achterloopt op de concurrentie. Liepen ze jarenlang gelijk met Moore's Law, de wet die eigenlijk voorspelt hoe chips zich blijven ontwikkelen. Sinds 2012 wijken ze af en lopen ze dus achter, omdat juist de concurrenten wel die, die stappen hebben genomen. En pas in 2020 kwamen ze met een serverchip op 10 nanometer. De reden dat ARM waarschijnlijk de toekomst is, zien we in dit voorbeeld van Amazon. De nieuwe ARM-chip is 19% krachtiger, terwijl die tegelijkertijd ook gewoon 20% goedkoper is per uur om te laten draaien. En dat resulteert dus in een verbetering van maar liefst 48%... ten opzichte van Intel Xeon chips. En voordat we verder gaan met het laatste hoofdstuk... kan het zo zijn dat je al, ja, dit interessant vindt... en dat je mogelijk ook wel wilt investeren in bijvoorbeeld deze ETF's van ARK Invest. Dat is alleen niet mogelijk in Europa... omdat ARK niet over de juiste documenten beschikt... om deze producten ook in Europa aan te bieden. Maar eToro heeft er wel een CFD van gemaakt. Nou, CFD's hebben niet mijn voorkeur... Maar het is eigenlijk de enige manier die we nu hebben om toch in deze fondsen van ARC te, ja, te kopen eigenlijk. En bij iToro moeten we wel altijd opletten op de kosten, die vooral zitten bij het geld storten en opnemen. Vandaar dat ik iToro voornamelijk eigenlijk gebruik voor het handelen op de korte termijn, maar dus ook voor de aankoop van deze ARC-ETF's. En wil je een account openen bij iToro? Een link daarvan vind je onder deze video. Je kunt er natuurlijk ook voor kiezen om de losse bedrijven in deze ETF's te kopen. Dan moet je dus wel iets meer moeite doen, iets meer onderzoek doen. Um, maar dat zou dus kunnen en dat zou je kunnen doen via de Giro, een broker die ik zelf ook gebruik voor beleggingen, vooral op de lange termijn. En ook daarvan vind je trouwens een link onder deze video om een account te openen. Het kost jou niets om een account te openen, maar het helpt wel het kanaal en dat zorgt er ook voor dat ik in de toekomst deze video kan blijven maken. Dan gaan we nu dus door naar het laatste hoofdstuk en dat gaat over Virtual Worlds. Waarbij we moeten denken aan videogames, augmented reality en virtual reality. Want Ork verwacht dat deze sector met 17% per jaar groeit voor de komende vijf jaar. Dat heeft vooral te maken met de verandering van het businessmodel van videogames. Want we hebben allemaal wel gemerkt dat de laatste jaren, als je dan eenmaal een spel had gekocht. kun je nog veel meer geld uitgeven aan alle extra's. Zoals levels, wapens of andere dingen. Nou, kwam in 2010 nog maar 20% van de omzet uit zogenaamde in-game aankopen. In 2020 was het al gegroeid naar 75% van de omzet, en dat gaat waarschijnlijk alleen maar toenemen omdat mensen meer tijd gaan besteden aan games. Zo'n 36% meer gedurende de komende 5 jaar naar gemiddeld anderhalf uur per dag. Ook augmented reality zal enorm gaan groeien de komende jaren. Nu zien we het al een beetje terugkomen bij bijvoorbeeld Snapchat, Facebook of Apple. Maar we gaan meer en meer producten zien de komende jaren. Deze markt zou dan wel eens kunnen groeien van wat nu 1 miljard is naar 130 miljard in 2030 volgens ARC. En ook de kosten van virtual reality blijven dalen, terwijl het eigenlijk steeds beter wordt. Dus ook dat is een reden dat dit natuurlijk veel interessanter wordt. Omzet vanuit deze virtual worlds groeit naar 400 miljard in 2025. Gedeeltelijk vanwege gaming met een groei van 16% per jaar. Maar ook zeker vanwege augmented reality of virtual reality, waar het jaarlijkse groei van ja, bijna 60% wordt verwacht. En daarmee hebben we de eerste drie hoofdstukken behandeld van dit document van hun Big ID's voor 2021. Uh, ik denk dat er nog genoeg leuke tijden aankomen in deze sector. Ik was er al een beetje mee bezig vanwege de, de chips van Apple, zoals gezegd. Maar ik ga ook zeker kijken naar de andere onderwerpen die we in deze video hebben besproken. Maar laat ook vooral weten wat jij denkt van de informatie die we tot zover hebben besproken. En of je eventueel ook de andere hoofdstukken besproken wilt hebben in aparte video's. Dat doe je via de reacties onder deze video. En mocht je nou willen investeren in deze bedrijven, of rechtstreeks in de, uh, eigenlijk de ETF van Ark. Dat kun je zoals gezegd doen via eToro of via de Giro. En links naar beide brokers vind je ook onder deze video terug. En ik wil trouwens ook nog even zeggen dat we met een aanbieding komen voor onze beleggers training. Die geldig is van maandag 8 tot en met zondag 14 februari 2021. En dat betekent dat je nu met 50 euro extra korting kunt beginnen aan onze beleggers training. Dit is een training die we een tijdje geleden hebben gemaakt met meer dan 50 video's, meer dan 6 uur beeldmateriaal en een exclusieve community. En ook exclusieve tools die je kunt gebruiken om eigenlijk alles te leren wat je moet weten als beginnende belegger. En we gaan deze trouwens binnenkort ook uitbreiden met meer video's, meer informatie uh, op basis van feedback die we krijgen vanuit de leden in deze training. Dus maak nu gebruik van deze aanbieding en 50 euro extra voordeel, want je zult ook recht hebben en toegang krijgen tot de content die in de toekomst wordt toegevoegd. Meer informatie over de beleggers training vind je trouwens in een link onder deze video. Zijn we daarmee aan het einde gekomen van deze video? Wil ik jou weer bedanken voor het kijken. Vond je het een leuke, interessante video? Geef even een duimpje omhoog, zodat ik weet dat ik meer van dit soort video's moet maken. En wil je meer van dit soort video's zien, maar ben je bijna geen lid van het kanaal? Ik maak elke week ongeveer drie video's over persoonlijke financiën, investeren en beleggen of passief inkomen. Klik even onder deze video op abonneren. Klik op het bel-icoontje om altijd weer een melding te krijgen als er een nieuwe video online staat. En dan hoop ik jou graag bij de volgende video weer te zien.